Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 23 maart van Weerplaza. Wolken bepalen vandaag het weerbeeld. Op de satelliet zijn ze niet te zien, want de bewolking is vanochtend nog niet actief. Op veel plaatsen blijft het dan ook droog. En de wind waait matig vanuit het zuiden. Is rond windkracht 3 boven land, windkracht 5 aan zee. Vanmiddag krijgen we te maken met dikkere bewolking, vooral in het westen van het land, kan er wat lichte regen of motregen vallen en de temperatuur loopt uiteen van 8 graden in het westen tot 10 in het oosten van het land. Vanavond valt er nog een spat in het oosten van het land. Het blijft echter op veel plaatsen droog, maar het is wel bewolkt bij 5 tot 8 graden. Morgen is een rustige dag met niet veel wind vanuit het zuiden, hooguit windkracht 2. We zien opnieuw veel bewolking. Zo nu en dan breekt de zon door. Het blijft wel overal droog en het wordt 9 tot 12 graden. Op zondag is de kans op een enkele bui iets groter. De dag verloopt veelal bewolkt, maar wel nagenoeg droog bij 10 tot 11 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger, met vooral dinsdag van tijd tot tijd regen en ook gaat de temperatuur naar beneden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.